gewoon. Zo, ja, ga er een jaar mee. Oh mijn god, hoe ga je ooit vol raken, Dana? Er komt nog een lading aan. Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag gaan wij eten. Vandaag hebben wij voor jullie een mukbang. En we hebben wat dingetjes besteld bij Shabu. En we hebben wat gehaald bij de Mac. Ik ben vandaag met Bente. En met Marielle. We hebben gevraagd of jullie wat vragen wilden stellen op Instagram. Maar we zijn een beetje laat geweest met het online gooien. Ik vraag me af. We kijken zo wel. Ja, precies. Ik kan een sokjes eten. Jawel, je moet gewoon zo. Je kan dit. Oké. Oh, moeten wel zeggen wat we hebben toch? Ja. Oh ja. Nou, wat hebben we eigenlijk? Dit is een sushi. Ja, met garnaal. Ja, met garnaal. En wat garnalen dingen hebben we besteld. Nou, we hebben een crunchy box hebben we, dus ik heb geen idee. En zeepsalmpjes. Ja, wat is dit? Dat is sla. Dat is gewoon. Okay. Nee, dat is geen sla. Nee. Dat is versiering. Versiering. Bij elkaar. Eet je eigenlijk wasabi? Nee. Kan dit echt niet? Echt niet? Eet jij? Ja. Vriendin, eeuw. Zie, dat gaat toch? Ja, je kan dit. Ja, beginnen met. Wat is dit eigenlijk? Oh. Volgens mij zit de crunchy roll, dus die ga ik even lekker eten. Zou ik even een vraag bij pakken anders? Ik ga zo even kijken. Is het handig om misschien een bordje of zo? Kunnen we even. Nee. Ja, bordje. Oh, is lekker. Mm-hmm. Ja, maar dat vind ik wel lekker. Nou, dan heb jij eigenlijk. Volgens mij. Dan ik heb een rust en ik een burger. En jij hebt zo meteen een ijsje. Oh ja, ik heb nog een McFlurry. Nou, doe een vraag op. Wat is een vraag? Nou, je moet het gelijk stellen. Mijn zus heeft allemaal rare vragen opgegraven. Oké. Nou, we hebben een vraag van Michelle Snoeks. Wie is het coolst? Een kutvraag. Ja. Ik heb. Nee hoor. Wie deze vraag gaan we niet eens beantwoorden, slag van nergens. Oh mijn god. Maar waar is die saus? Hier. Ik zal op zoek. Oh, lekker. Ik zeg je eerlijk, dit is echt lekker. Mm-hmm. Dit is een Evie-rol, volgens mij. Okay. Van de lange. Hebben we nog meer vragen zo even kijken? Ik heb ook. Kan je poepen met een tampon in? Ja, dat kan. Ik zeg je eerlijk, dat gaat echt goed. Ja, gewoon de waarheid. Nou, hier is expert Danielle, het gaat goed. Nee, maar dat kan wel gewoon. Het is niet dat je me uitkoest of zo. Oh, ik heb een vraag van Danique. Hoe vaak per maand knip jij je teennagels? Zo. Nou, heel erg goede vraag. Nou, in de zomer wel meer dan in de winter. Ik knip ze eigenlijk niet. Tenzij ze te lang worden, waardoor mijn schoenen niet meer past. Nog meer, ja. Soms heb ik toch dat je gewoon voelt. Dat, ja. Nou, dan is het even. Interessante vragen dit. Maar echt hè? Ja, ik krijg het hier wel. Ik heb vragen. Nou, ik heb echt helemaal geen vragen. Ik heb geen vrienden. Ik heb een nieuwe gestuurd. Maar die wil normaal. Oké. Welke sushi is je lievelingssushi? Ik heb even één dippie. Eén dippie. Garnaal, echt alweer. Ik vind ook alles met garnaal eigenlijk wel lekker. Ja. Oh. Garnaal of kip? Of dat ik laatst een soort van lumpia of zo zat erin. Dat is echt lekker. Garnaal lumpia. Nee. Ik weet het niet. Het was wel lekker. Moet je dit eten dit? Ja. Nee. Nee, natuurlijk niet. Het is een staart. Moet je pakken? Ik dit zoek ook. Ik ga hem zo vast pakken. Je moet vast pakken en dan gaat het. Oeh. Zo. Oké, wacht, dit gaat wel lukken. Lekker. Dit is eentje met geflambeerde zalm, mayo en teriyaki saus, denk ik. Oh, lekker. En lentuitjes. Maar dat kan en even soepjes hoor. God. Ah. Dat gaat fout. Oh, dat is wel lekker. Mm-hmm. Ik heb een vraag, kijk. Ik kan ook gewoon vragenlijst doen. Ja, we mogen even zoeken naar taggen of zo. Wat voor vragen? Ik hou dus niet heel erg van zalm. Welke? He? Nou, goed zo, lekker niet eten hebben wij meer. Ik vind zalm ook niet lekker. Nee, ik denk er heel van zalm. Nou, ik vind het best hoor, dat komt maar door. Wat is de periode van nu? Is er niet iets van een tag met deze periode? Dat weet ik veel. Wat is het? Van. Jij bent de YouTuber. Oké, we doen wel. Het is nu lente toch? Leuk dat ik groen mee vraag. Nee, gewoon akkers kun je niet vragen. Ik heb geen bord, dus we leggen het even op mijn telefoon. Akkers vragen. Iemand te leren kennen, wat heftig. Oké, we beginnen met. Doe dat dan. Dat is leuk.
Oh, maar dat is echt een kutvraag. Oké, okay, waar ben jij trots op? Noem 10 dingen van het afgelopen jaar waar je trots op. Nou, het is maart, dus ik heb niet echt 10. Nummer 1. Mezelf. Nee, ik trots op mezelf. Nou, Ja, maar dit zijn geen awkward vragen. Ik heb 1 voldoende gehaald, daarom ben ik trots. Stuk. Oeh, onder haar mee. Wat was de naam van de eerste jongen waar je een crush op had en waarom vond je hem leuk? Mario. Nee, helemaal niet. Van de basisschool. Die, hoe heet hij? Mika? Nee, dat was Marie. Nou. Dus iedereen wordt gewoon hier. Nou, ik noem dat Mees. Maar dat is gewoon een jongen die daar... Wow, mijn ook Mees. Oh! Nee, echt, ik echt leuk vond. Mag ik even eten hoor. Eet maar lekker meid. Wie was het bij mij? Geen idee. Sander? Ja, misschien wel. We hebben echt wel dus veel dezelfde namen, man. Ja. Nou, voor mij Mike. En dat was ook in de middelbare school tussen 13. En dat was ook mijn eerste seizoen. Oh, dat weet ik ook. Ik was, oh, ja. Maar echt verliefd, verliefd. Ja, ik moet hem afspreken. Vond ik zo eng. De eerste keer dat hij bij mij thuis ook ooit een jongen bij mij thuis. Ik dacht van Leroy. Ja, maar Leroy, nee. Dat was alleen... Nee. Het was 2 dagen. Maar ja. 2 dagen verkering. Mijn eerste... Zeg maar, een relatie op de basisschool was met Ruben. Ja, die kennen jullie wel. Ja, ja. Ja. Moet er nou een jaar mee. Door wie? Oh mijn god. Hier. Hier. Ik stond er. Hier. Hallo, ik ben geen zuster of zo. God. Susie heeft gefout. Ik zit onder. Ja, nu moet het gaat fout. Oké, okay, ik ga hem mijn hand wassen. Hoe heet dat? Ik wil dit zeggen. Hij is gewoon schrikken vallen. Nee. Kijk, hoe is het zo? Het gaat wel soepel dit. Neem mijn knie onder. Je mag straks wel. Ja, weet je, ik ben veel kleiner. Door wie zijn jullie ontgroend? Zo. Ook door mij. Damien. Daarom was hij eerst. Damien? Ja. Cute. Dat was mijn eerste kus en zoen. En nog steeds je vriend. Ik ook door Van de. Dus ik kan echt niet zo goed weten. 13. 14. Ik ook 14. Is dit lekker? Oké. Ik heb even niet. Is er iets waar je spijt van hebt dat je wel of juist niets gedaan hebt? Ik ben een keer op een flat gekomen, toen ben ik opgepakt door de politie. Maar daar ben ik echt 5 van of zo. En ik ben ook een keer zo, toen was ik op mijn werk, toen heb ik me zo lang gezopen dat ik gewoon af werd gevoerd. Ja. Goeie indruk maak je op me kijken. Ja, sorry jongens. Ik heb de flat gehaald en ik ben lang gezopen. Gaan lang op werk. Oh, nog meer dingen? Ja. Hoe kan je zo? Hij is echt zo'n slokje. Ik heb echt 5 keer zo'n sushi op. Ik krijg het niet naar elkaar. Mijn vingers ertussen, maar dan moet je je vinger niet ertussen doen. Maar dan valt het helemaal niet. Ja. Ja. Nou, deze had ik vorige keer ook. Heb ik ergens spijt van eigenlijk? Ja. En de derde, ja, dat moet eigenlijk. Dat is niet echt nuttig. Jawel. In de derde had ik in plaats van natuurkunde toch voor geschiedenis gekozen. En daar heb je spijt van. Ja, want toen kwam ik in de meest rotste klas van heel jaar. Ik kon me echt niet concentreren, echt niks. Ah, wijf je. Maar nu concentreer je lekker. Nu is het gewoon helemaal kut, maar nu kan ik er de lol nog van inzien. Heb jij nog iets waar je geen spijt van hebt? Ben ik echt niet aardig. We hadden echt meer sushi moeten bestellen, man. Ja. Echt meer sushi. Ik zei het toch. Ja, maar hallo, weet ik veel. We hebben het echt 5 keer gezet. Maar dit bij elkaar voor 30 euro. Ja. Dat is wel weer een stukje rijst met vlees. Goeie. Vlees. Bij kippers vlees. Nou. Dan zijn we gewoon goed. Langer weer. Oké. Volgende vraag. Kan je ook niet lang roepen? Of wat van? Ja. Nee, dat kan ik niet. Ik kan het 5 seconden. Even waarvoor zou jij je schamen? Wat zou jij voor gênant vinden? Zo, hallo. Waarvoor zou jij je schamen? Wat zou jij gênant vinden als andere mensen het zien? Ik ben mijn nagels. Je oh ja. Nou, die dingen schijnt lelijk. Dat snap ik wel. We zijn ook gewoon lelijk. Mag het zien dan? Helaas. Nee, ja, weet ik eigenlijk echt niet. Iets wat je eigenlijk, waar je gewoon eigenlijk onzeker over bent.
vet depressief. Ik ben niet depressief. Ik ook niet eigenlijk achter. Ik ben ook niet echt heel onzeker of zo. Nou, beter toch? Ja. Get it. Oké, we gaan weer een volgende vraag. Eten zijn vraag ziek. Ik krijg even de F binnen. Lekker. Van meneer Groningen. Zo heet hij oprecht. Mr. Groningen. Voorzitter, ik heb echt geen vrienden. Niemand gaat dit beantwoorden. Oh, ik heb echt op iets heel raars geklikt. Laat maar. Oh, ik dacht 125 spannende vragen. Staat er intieme en sexy vragen die jullie beiden opwinden. Oh, nou, lekker. Doe haar. Achter de bus. Oké. Okay. Ik vind het heel kut. Waarom zijn die leuke vragen? Misschien heb ik wel gewoon een vraag van iemand gekregen. Nou, saus, gaat goed? Ja. Dat is wel waar. Ja. Verdorie. Kijk even of mensen bij jou iets hebben gevraagd. Ik heb al gekeken. Mag ik er nog één? Wat is de slechtste openingszin die je hebt gehoord? Ik had laatst echt een goeie van die man. Ik heb er één keer... Toen zei iemand tegen mij... En dit is gewoon echt zo cliché. Oh nee, die zei tegen Marlin. Oh, maar die heb ik al wel gehoord. Hij is niet tegen mij, maar een vriendin van ons die... had zo'n gozer en die zegt tegen haar van... ja, is jouw vader een DJ, want je bent echt een plaatje. Ja. Of wist je nog dat we ergens stonden en toen was er zo'n... Van het nummer op, weet je wel, van... I'm not your Casanova, die, weet je wel. Ja. Casanova kwam op en toen zei die jongen, ging ze maar playbacken. Casanova en helemaal naar Marlin. Ik ben lachen was dat toen. En Marlin zit er echt van... Wil je er nog even? Ja. Mag ik ook er nog echt? Ja. Natuurlijk. Lekker sneaky. Ik heb de slechtste openingszin, die had ik laatst, maar het kwam eigenlijk wel goed. Iemand zei, wil je voor mij een formulier invullen? Ja. Zei ik, waar gaat het over? Toen zei die het klimaat. Stuurde die zo contactlijst, dat ik mijn naam en mijn nummer en zo moest invullen. Nou, respect voor die. Oké, af en door. Je hebt het niet gedaan. Nee. What the fuck? Heb je me ooit naakt geprobeerd voor te stellen? Wat zoeken? Wat? Ik heb geen rare vraag. Nee, ik krijg niet. Heb je ooit een relatie gehad met iemand met wie je het eigenlijk niet wilde? Ik heb nog nooit een relatie gehad. Oh. Nee, ik ook niet. Nou, dat was snel. Tag. We doen gewoon never have I ever. Nee, je moet het doen voor je roddeldingen. Dat mensen jou roddel sturen. En dan ga je zeggen of die waar zijn. Als mensen voor mij gaan roddelen. Dat is toch grappig? Nou, oké, we hebben vragen. Zeg het maar. Nou, het is Engels. Boeien. Oh my god. Never have I ever drink and drunk. Drive and drunk. Drive and drive. Oh. Ik ben maar dronken gereden. Ja, ja. Op scooter, ja. Ja. Nou, ja. Ik ben nog nooit dronken geweest, dus nee. Nee. Nou, wel op fiets, maar dat was gewoon legaal, dus. Ik wel één keer, maar toen zeg maar, dat was echt gevaarlijk. Maar toen daarna ook nooit meer. Lang als je het ziet. Nee, nog nooit gedaan. Ik ben te dom voor deze vragen. Experimented mij te zien bij sexual orientation. Snap je? Nou. Oh, zeg maar dat je. Oh, zeg maar, je hebt of je ooit zeg maar wat gedaan met een meisje bijvoorbeeld. Om zeg maar uit te vinden of je lesbisch bent of niet. Nee. Nee. Nee, maar ik heb wel gezoend met een meisje. Zo joh. Maar niet omdat ik dacht dat ik lesbisch was. Niemand wil deze? Nee, ik maar. Kunnen jullie niet van deze houden? Hey, ik vond hem gewoon lekker, maar ik gun hem jou. Okay. Nou, ik zeg eerlijk, ik zit best vol. Is een rare. Spider-Man-Niers, nee. Never have I ever doubted my heterosexuality. Dat je zeg maar ooit hebt gedacht dat je lesbisch was. Of zeg maar, ik heb wel een tijdje. Ik denk dat iedereen sowieso al een keer heeft gedacht van. Ja, ben ik ook naar mij? Nee, maar gewoon dat je dacht van. Ik ben echt hetero, maar ik ben gewoon niet van. Nou, ik heb wel zeg maar gewoon dat je denkt van. Hè? Maar niet dat ik dacht dat ik lesbisch was. Ik heb nagedacht. Toen keek ik gewoon een film, ik zo'n lesbische film, dacht ik wel. Oké. Nee, ik denk dat iedereen wel sowieso een keer heeft gehad van. Ben ik eigenlijk lesbisch? Ja, toch, daar denk ik toch gewoon over na, dat is toch normaal. Ja. Never have I ever watched. Nee, dat is niet gelukkig. Wat? Keeping up with the Kardashians. Wat is dat? Nog nooit gekeken? Nee, nooit gekeken. Dat is gewoon Kardashians. Kardashians. Nee, dat kijk ik niet. Ik kijk geen enkele dingen, ik haal enkele dingen. Ik kan geen enkele. Oeh, dit is leuk. Of je ooit gestolen hebt, wat duurder was dan 10 euro. Ja. Nee. Nee.
enige dat ik ooit gestolen heb is een snoepje van het kruidvat waarschijnlijk. Ik een Dr. Martin boxje. Nee, die heb ik voor jou gestolen. Oh ja, dat niet. Ik kan niet stelen. Dieven. Ik stel nooit. Ik doe het ook niet meer. Dat aan hè? Heb je ooit verstapt een ex-boyfriend of girlfriend op social media? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar ben je meisje voor toch? Ja. Zullen we nog een sushi bestellen? Oké. Komt die jongen weer bijna. Ja. Hallo! Wat een gepast eten. Gepast eten. Gepast geld. En toen kwam die jongen zo en dan kwam die zeg maar echt. Hij zei niet eens hier alsjeblieft. Mag je echt vertellen? En hij maar niet deur. Dat is echt zo zielig. Ja. Jullie hebben me eens voor je gegeven. Ja, maar het was jouw geld nog, als het klein geld. Oh, ik heb hem eerst teruggegeven. Eigenlijk kon ik wel zeggen, ja, dat is goed, hou maar. Eigenlijk wel, hè. Ja. Volgens mij keek hij ook echt naar ons van, hallo, mag ik dit houden of zo? Oepsie. Hallo, hij is helemaal naar... Wat moest je bezorgkosten betalen? Ja. Oh, dan moet je ervoor rekenen. Ik ga even mijn McFlurry pakken. Wat? Mijn McFlurry. Oh, ik wil ook een McFlurry. Ja, doe toch maar zin. Geen en meer van hoe jij. Zullen we even op meer gaan? Met veel reality hoe je dit zo. Ja, maar zelf met chocoladesaus. Oh. Ik heb serieus nog honger eigenlijk. Ja, ik ook. Helemaal mislukt gewoon. Ja. Kom maar door met zo'n chips. Zo betekent deel 2. Deel 2. Hebben jullie iets airfryer snacks of zo? Oeh. Dus ik ga even kijken. Ik word een beetje warm. Kraag er niet van. Lekker. Nee, je hakt in mijn hoofd. Ja, ik heb het echt. Nou. Nee. Ja, maar dat is wow, ja man. Nou, ik zal het maken. Heb je ooit iets gebroken? Is dat normaal als je zo knippert? Ja. Ja, dat is... Heb ik ooit iets gebroken? Nee. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik heb ook nooit eens gekneusd. Oh, ja, wel meteen. Ik ben enkel 3 keer. Ja, maar jij komt gewoon het liefst zo. Snickers. Oh. Je hebt maar merkloze dingen, weet je wel. Als die zon was gewoon niet gekut. Maar ik vond het echt leuk, toen ging ik dat gedaan. Die roze. Oh ja. Ja, met drie tonen op mijn enkel en toen was mijn enkel zo dik en was echt drama. Heb ik iets gebroken in een vriends huis en het niet verteld? Vanavond moet ik even nadenken, ja. Nee, oprecht. Heb ik dat gedaan? Ik heb gisteren een bierflesje laten omvallen in het fus van werk en ik heb het niet opgeruimd. Oh, ik vond maar ik in mijn Peters huis. We zitten graag in het spelen. Oké. Hij heeft in zijn badkamer aan zo'n lichtje. Ik dacht op je aan het trekken. Ik heb een touwtje gedraaid. En die dacht. Ik dacht eigenlijk helemaal niet. Je speelde Sinterklaas en je dacht: flikker een touwtje en toen flikkerde die. Oh, ik had het op mijn basisschool. Het was groep 8 en we gingen zo voor de laatste keer naar die school toe. En toen gingen we naar de kleuter gedeeld. En er was er zo'n kinderwagen of zoiets. Die ging hier zitten. Het hele ding vond ik het zo uit elkaar. Toen ben ik ook weer weggewend. Heb je ooit iets awkwards op school meegemaakt? Oh, ik noemde mijn docent opa. Dat heb ik ook wel vaak. Hey, opa! Oh, dat is wel een beetje gek. Nou, wel een keer. Ik heb een keer een groepje. Dit is zo grappig. Dan had ik een mentorgesprek. Mentorgesprek met mijn ouder. En toen had ik in een groep zeggen vet. Waar die man is, dat waarmee ik gesprek had. Haha, pap. Wacht, doe even normaal, maar ik hoor je niet. Had ik gezegd. Jezus. Haha papa, we hebben daar een gesprek met meneer Rabouw. Wist je nog dat ik in de groep zat? Ik gezegd, haha papa, in dat lokaal hebben we weet ik niet. Sowieso laten gesprekken met meneer Rabouw. Ik had het gewoon in de klas echt gezegd. Iedereen zei, bent, heb ik hier de app. Ik had toen met meneer Riede, wij hadden een docent en die heette Bram. En ik vond een jongen, nou jongen leuk, ik vond hem ook knap zeg maar. En die heette Bram. En toen had ik op een bord geschreven, Danielle Harte Bram. Oh. Toen kwam die docent binnen, maar ja, weet je, niemand, ik denk daar niet aan, dus die docent komt binnen. En hij heet Bram, dus ik ken Danielle Hartje. Danielle Hartje dus. Ja. En het was ook nog met, dat denk ik gewoon zelf hoor. Oh. Het was ook nog met, zeg maar, water van stift. Ik had verkeerde stift voor ruimen. Dus, oh, forever.
Dat is wel altijd. Als je haar zo verven, welke kleur zou je verven nu? Welke kleur? Bruin. Niet saai. Donkerbruin. Nee, lichtblond. Donkerbruin? Ja, echt. Pep Louise haarkleur. Kleur gaat zo mooi. Ik zou best goed zijn. Donkerbruin zwart. Ja, ik vind het echt zo mooi. Ik of echt bruin inderdaad, of nog blonder. Ik denk blond. Ik ben dat blond. Zou je kinderen willen en hoeveel? Twee. Ik ook twee. Nou, ook wel eens een keer dat ik bij een zwembad was en dat er gewoon echt een drol op de bodem lag. Ik heb een keer een zee gepopt. En dat omdat ik echt dacht van, oh, wat ligt er nou? Zeg je, joh, blijf even kijken. Ik heb een drol op de bodem. Ik heb echt zo'n leuk verhaal. Ik heb echt een leuk verhaal. Ik was op Ibiza en ik moest zo nodig poepen gewoon. Echt zo nodig. En nergens was weer serieus strand, een tijdje, niks was open. En toen heb ik in de zee gepoept. Maar dat ding, dat drijft omhoog. Ik was laat toch jullie. Ja, maar dat was echt niet zo hard. Drie jaar geleden. Nee, 4 jaar geleden. Toch? Ja, dat drijft omhoog. 4 jaar geleden. Huh? Ik kan dat niet eens hoor. 4 jaar geleden ben ik erin. Wanneer was dat? Ja, vorige maand. Nee, 4 jaar geleden ben ik erin geweest. In de Noordzee. Wat is het leukste, beste cadeau dat je ooit voor je verjaardag hebt gehad? Zo, lekker. Ik weet het niet, man. Weet ik niet, voor mijn verjaardag? Ja, ik denk dat ze goed eruit is. Ik krijg nog dat de waarschuwing dat wel het leukste dat ik ooit ga krijgen zou zijn. Wat wil je ervoor? Ik wil eentje hier zo met mijn zus samen, rood en dan zeg maar. Ik wil ook, maar niet per se een roodje, maar ja, dat doe ik samen. Ja, ik had wel op het einde zijn gekomen. Ja, we hebben lekker gegeten. En je smaar nog even er tussendoor. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer in deze hoek. Ja, lekker. Oh. Dan zie ik je weer bij de volgende video. Joe. Doei!